Gelukkig nieuwjaar nog, hè? Heb je ook zulke goede voornemens? Nou, ik wel hoor. Ik ga er alles aan doen om bij Ajax te voetballen. Want Ajax, daar gaat het over deze week. Om te kunnen oefenen heb ik mijn eigen team opgericht. De Gouden Pot. En in dat team zitten kinderen van basisschool De Regenboog. Nou, volgens mij worden we heel erg goed. Want als je aan het eind van de regenboog de Gouden Pot vindt, heb je heel veel geluk. We gaan ook een voetbalquiz doen. Ik ben benieuwd wat de kinderen allemaal over Ajax weten. Vast niet zoveel als ik. Hoi, ik ben Jet Nuchter. Ik ben 12 jaar. Ik zit in groep 8 op school De Regenboog. Ik ben Francine. Ik ben 11 jaar en ik zit ook in groep 8. En ik ben Joy, de cameravrouw. Ja, we zijn drie hele verschillende meisjes. We zitten ook alle drie in een andere klas. En bij buitenspelen doen we ook alle drie iets anders. Ik hou van elastrieken. Jet houdt van hangen. En Francine houdt van polo. Ik hang altijd als ik buiten speel. En dat is gewoon rondlopen en af en toe vette roddel verzinnen of zo. Of gewoon roddelen over iemand. Maar weet je, Pieter doet altijd stoer, hè? Ja. Dan gaat hij echt met dat balletje gooien. Gaat hij met een sterren balletjes pakken. Oh, kijk mij. Ik heb een balletje afgepakt van de 60-groeper. Dan ben je echt zo zielig. Nou, knap hoor. Wat geinig was, die jongens van mijn klas die moesten gaan plassen en leren plassen in de wc. Nou, jongens bij ons op school, die moesten een plasles krijgen omdat ze niet konden plassen. Het was echt super smerig. En er zat zelfs eens een keertje schimmel in de jongens wc. En ze hadden speciale stickers, hadden ze er zelfs ingeplakt. Dat als je erop plast, dat het dan een ander beestje werd. En ik ga vragen of het wel gelukt is. Kijk, je leert goed plassen met zo'n stickertje. Moet je in de wc plakken. En als je erop plast, dan gaat het licht geven. Ik kan ook een dansje, mijn enigste dansje, en dat is mijn vreugdedansje. En die gaat zo. Yes. Wat zeur je nou? Hebben we toch gescoord? Hé, luister nou wijsneus. Ik ben hier de Ajax-kenner. En ik weet ook het meest over de spelregels, ja? Oh ja? Ajax-kenner? Weet je wanneer Ajax is opgericht? Weet je wat het oude stadion was van Ajax? Weet je wanneer ze de Supercup hebben gewonnen? Hoeveel zitplaatsen heeft Ajax? Zo'n... De aftrap wordt genomen door onze talentvolle spits Sonja Verbaasschot, afkomstig uit de eigen jeugdopleiding. Dit is de dag waarop het moet gebeuren, de finale van de Europa Cup 1 in een bomvol Amsterdam Arena. De sfeer is gespannen, want dit is de avond, dit is het moment waar het eigenlijk om gaat. Hallo meisje. Hallo. Ik moet je het van het veld afhalen. Waarom? Je mag niet op het veld. Dit is de heilige grond hier. Je speelt de grootste van de wereld spelen hier. Ja, maar daar hoor ik nou ook bij. Wist u oh, dat? Ja, dat, ik ken je er wel eens van. Jij maakt een filmpje van Bas voor Basta. Ja, dat ben ik. En nu ben ik meneer Harms. Ja. Toch? Ja, ik ben het echt. Nou, wat doet u dan bij Ajax? Ik ben nu nog voorzitter van de supporters home. Een beetje respect dat daar niks gebeurt, nare dingen. En ik ben mede verantwoordelijk voor deze mat. Mm-hmm. Als ik nu kijk naar de grasmat... Zo, ziet dit er nou goed uit? Ja, dat is prima. Echt een voetbalveld nu. Ja? En hier is al aardig wat op gespeeld hoor. Kijk, Nederland zelf al heeft 6-0 gewonnen hier. Ja. Hè? Dat tegelt echt goed veld. Dus zijn advocaat. We nemen het beste veld van Nederland. Ja. Nou, dat is dit. Het is wel een enorm stadion, hè? Hoeveel mensen passen er nou in? 52.000. Maar de arena staat er toch eigenlijk nog niet zo lang?
7 jaar nu. Het eind van het seizoen is het achtste jaar weer spelen. En vroeger, waar voetbalden ze toen? In de Meer. In 1934 ook gebouwd en geopend. En we zijn dus 7 jaar geleden weggegaan. Dus daar hebben we het meest op gevoetbald. Dat was een sfeertje, een kleine stadion natuurlijk. Er konden maar 20.000 mensen in. Want dat meer, waar was dat? De Meer was op de Middenweg, dus in het Watergraafsmeer. Dat is in Oost? In Oost. En okay. Daar stond het stadion. Een legendarisch stadion. Hoe lang bestaat de Ajax al? Heel wat jaren. Heel wat jaren. Bent u dan net zo oud als Ajax? Ja, nou schijken we een beetje. Ik schijn er echt mee uit. Waarom? Omdat ik het niet leuk vind dat je steeds over mijn leeftijd begint. Als je straks naar het museum gaat, kun je ook kijken hoe oud ik ben. Oké, okay, meneer Harms, bedankt. Goed, Davy. Doeg. Volgens mij is hij echt net zo oud hoor, als Ajax. Dit is een hele oude brief uit 1900. En volgens mij staat erin dat Ajax is opgericht. Ja, 18 maart 1900. De naam Ajax komt van de Griekse god Ajax. Hij was heel sterk, een overwinnaar. Een goede naam, want de club heeft in de afgelopen eeuw veel gewonnen. In de jaren 30 werd Ajax heel succesvol. In 10 jaar werden ze wel 5 keer landskampioen. Tussen de jaren 40 en 60 was het wat rustiger. Ajax werd maar 2 keer landskampioen, maar in de jaren 60 werd Rinus Michels trainer en toen ging het weer goed. Ook omdat bekende grote voetballers als Johan Cruijff, Klaas Nuninga en Sjaak Zwart toen in Ajax speelden. Vooral in de jaren 70 had Ajax veel succes. Toen wonnen ze 3 jaar achtereen de Europa Cup 1 en de landstitel. Maar ook in de jaren 80, toen Cruijff trainer was, won Ajax veel. In de 90e jaren werd Louis van Gaal trainer van Ajax. En in 1995 won de club voor de 4e keer de Europa Cup 1. En al deze successen heeft Ajax te danken aan grote spelers. Zoals Cruijff, Van Basten, Rijkaard en Kluivert. Rijkaard en Kluivert in zijn jonge jaren. Ja, want weet je wat nou zo leuk is aan Ajax? Ze kopen niet alleen maar hartstikke dure spelers om hun wedstrijden te winnen. Ze leiden ook zelf mensen op. En dat gebeurt niet hier, maar gebeurt daar bij de toekomst. Dat is een goed idee. Daar kan ik mijn talenten laten zien. Zo ja, waar ga je naartoe? De toekomst zit daar, hoor. Ja, maar ik zag de spelers. We gaan even, heel even naar de training. Sonja, we moeten nu echt weg. Nee. Sonja, ga naar mij. Kom. Kom hier. Kom, even, ga weg. Oh. Hey, Danny, hoi. Hallo. Hallo. Goed dat ik jou zie. Ik kom natuurlijk niet zomaar. Ik kom even mijn talent hier laten zien. Dat heb ik in de gaten, ja. Pong, pong. Goed, hè? Maar ja, ik denk toch dat je aan het verkeerde adres bent. Of je zit nog, je bent misschien iets te vroeg, want het is nog niet zover dat wij dames of meisjesvoetbal hebben. Dus wat dat betreft is dat heel jammer voor jou. Stel, je bent wel een jongetje. Ja. Hoe kom je dan bij Ajax terecht? Nou, door vooral gewoon lekker te voetballen op straat, bij je club en zo op een onbewuste manier jezelf te ontwikkelen. En nou ja, wij hebben tal van mensen die ons tippen of mensen binnen onze club die zelf kijken dat bij clubs. Dat heet scouts, geloof ik, hè? Dat heet scouts, heel goed. Mm-hmm. Ja, dat weet ik wel. Ja, je bent wel op de hoogte. En die gaan dan kijken of inderdaad dat talent wat dan zo'n spelertje heeft, of dat toereikend is om bij Ajax te spelen. Mag ik dan nog één trucje laten zien, alsjeblieft? Ja, je mag alles laten zien. Gooi het eruit. Ja? Doe, als jij je benen wijd doet? Ja, dat is makkelijk. Ja, nee, maar echt. Nee. Komt-ie zo aan, sta ik in de wedstrijd niet. Nee, maar dan doe je net alsof je niet in de wedstrijd zijn of zeg maar... Kijk, dit is mijn truc. Ja? Nou, ja, nee, dan moet je niet je benen dicht doen. Nou, kijk, daar moet je dus op anticiperen. Oh. En dan moet je dus misschien langs die kant of langs die kant langs. Ja? Let op. Ah! Nou. Oké. Okay. Dank u wel. Oké. Okay. Kom, baby. Kom, Sonja. Kom, Sonja. Kom, Sonja. Kom, Sonja. Kom, Sonja. De meeste van jullie wisten het al. De trainer van Ajax is Ronald Koeman. Antwoord A dus. De winnaar verschijnt nu in beeld. Gefeliciteerd. Je hebt een verrassing uit de Ajax Fanshop gewonnen. Ik ga verder voetballen. Hey jongens, we kunnen weer. Ik voel het. Ik ga scoren. Oh! Heb je het gezien?
Wat een doelpunt! Waar is de voetbalscout? Oh! Nog geen 2 maanden oud en nu al op visite bij de burgemeester. 28 kersverse baby's en hun ouders gingen bij Job Cohen op bezoek. De burgemeester had hen speciaal uitgenodigd omdat ze op dezelfde dag geboren zijn als prinses Amalia. Ziet er erg vertrouwd uit, burgemeester? Ja, zeker, je verleert het nooit. Nee? Zo is dat, nee, nee. Grote vraag, kunt u nog luiers verschonen? Dat weet ik niet, maar vast wel. De katoenen. Maar dat is lang geleden voor burgemeester Cohen. Zijn kinderen zijn al groot, dus hij moest er even inkomen. Toch heel goed. Even kijken dat dit nog even goed gaat. Zien dat het been eraan blijft, gaat allemaal goed. Oh, die moet nog even dicht. Ja, sorry, verkeerd. De baby's kregen ook nog een cadeautje van de burgemeester. In Zaanstad gingen buschauffeurs staken. Ze waren namelijk woedend dat een van hun collega's met een mes was gestoken. De dader was een 63-jarige man die zijn buskaartje niet wilde betalen. De andere buschauffeurs waren bang dat dit vaker zou gebeuren en daarom stopten ze met werken. Pas toen hun baas beloofde dat hij de bussen veiliger zou maken, gingen ze weer aan het werk. De politie heeft de dader in zijn huis opgepakt. Met de buschauffeur gaat het gelukkig weer goed. Belgenalarm. Er speelden al 3 Belgen bij het eerste elftal van Ajax en er komen er nog 2 bij. Tom de Mul speelde al in de A-jeugd van Ajax en is pas 17 jaar. Thomas Vermalen komt van een Belgische club. Hij is 18. En als je zo jong bent, wie vertel je dan het goede nieuws als eerste? Ik was nog net voor de training, dus ik moest me nog omkleden en zo. Dus Max stuurde wel snel even een berichtje naar mijn moeder. Dus toen was ik wel, was wel blij. Als de Belgische jongens het goed doen, mogen ze bij het eerste elftal blijven. Hebben jullie mijn doelpunt gezien? Recht in de doel. Ik schoot hem zo precies onder de bal en hij ging zo in de kruising. Jawel. Oh man, dat is niet zo. Jij bent een scout, hè? Hey. Hey god man, heb je mijn doelpunt gezien? Daryl, het zag er aardig uit, maar ik kom niet echt helemaal voor je voetbalkunst. Oh. Ik ben Marciano Schultz, ik ben 31 jaar. Ik ben voetballer van beroep. Ik heb van mijn 13e tot mijn 20e heb ik bij de grote concurrent Feyenoord gevoetbald. En vandaag kom ik Gerald een beetje helpen met de voetbalquiz. En nou ben ik benieuwd wat jullie allemaal van voetbal weten. Ik ga samen met Michaan een quiz doen. Er zijn 2 teams van 5 jongens. 2 jongens gaan vragen beantwoorden. En de rest gaat vragen doen bij Michaan. En ze gaan ook een wedstrijdje doen. Zo, wie komt vragen beantwoorden? Emiel en Rashid. Oké, 1 team krijgt petjes. Alsjeblieft. Okay, jongens, zet hem op, hè. Ja. Gaan we daar naartoe. Als jullie de antwoord weten, gooi je de bal op de grond. Wie als eerste is, mag de vraag beantwoorden. Is dat goed? Ja. Oké, eerste vraag. Wie is de aanvoerder van Ajax? Emiel. Van de Vaart. Punt voor Emiel. Goed gedaan, joh. We schakelen over naar Marciano. Nu gaan we over tot een doelvraag. Nou is het zo dat uit elk team gaat iemand een trucje doen en daarvoor kan hij punten krijgen. Oké. Nou geef ik Brendan 2 punten en Ryan 1 punt. En waarom? Is omdat Brendan die was ook heel wat sneller met zijn voeten en het ging wat vloeiender. Volgende vraag. Oké, een Feyenoord vraag. Speciaal voor Marciano. Uit welke stad komt Feyenoord? Rashid? Rotterdam. Goed geantwoord. En we schakelen over naar Marciano. Oké, jongens, nu gaan we weer een andere doelvraag doen. En dat is, we gaan een dieptepaas geven. Ik neem wel aan dat jullie weten wat een dieptepaas is. Ja. Oké. Nou, dan ga ik weer voor ieder team ga ik 2 jongens uitkiezen. En die gaan het uitvoeren. Oké, kom maar. Oké. Punt van de petten. Geef ik 2 punten. Woe! En jullie geef ik 1 punt. Ja. Oké, daar gaan we weer. Hoeveel staat er? Doe maar net of. Oké, het staat 1-1.
De volgende vraag. Noem drie spelers die nu in Ajax spelen, die bij de jeugd van Ajax zijn begonnen. Kane, Van der Vaart, Sneijder en... Hoe heet die nou? Is fout! We gaan naar Rashid. Van der Vaart, Sneijder en Heitinga. Oké dan! Ja! En we schakelen nu over naar Marciano. Oké, geef me eens even de bal. Dan ga ik even wat laten zien. Yay! Nou, jongens, weet je wat we gaan doen? Elke jongen van elk team, die gaat nu spontaan ook een vreugdedans doen. Oké, kom maar bij elkaar, Brendan. Kom hier. Kom maar even. Ik vond het heel erg moeilijk, want jullie waren allebei heel erg origineel. Dan wil ik toch zeggen dat het team van de petjes, jij, geef ik 1 punt. En Rajiv geef ik 2 punten. Origineel. Want die was net iets origineel. Rashid heeft 2 punten. En Emiel 1. Geef niet. Maar voordat we naar de finale gaan, gaan we even kijken wat de anderen hebben gedaan. Kom je mee? Ja. Hey Marciano. Hey Jero. Wat is de stand van het team van Rashid? Met de petjes? Ja, met de petjes, met de wedstrijd was het 1-2. Ja. En met de doelvragen was het 4-5. Dus 4 voor Rashid en 5 voor de anderen. Oké, dus het totaal heeft Rashid dus 7 punten. Ja. En het team van Emiel heeft 8 punten. Ja, dat klopt. Oké. Maar dan gaan we over naar de finale, hè? Oké, ja. Dat zijn de penalties. Wie daar is? Het team van Rashid! Het petje! Het team van Sport is heel leuk en gezond. Maar veel kinderen zitten liever achter de computer of voor de tv. Terwijl bewegen eigenlijk heel belangrijk is. Als jij de burgemeester van Amsterdam was, wat zou jij dan doen om de kinderen meer te laten sporten? Als ik de burgemeester van Amsterdam was, zou ik het sporten goedkoper maken. Zou ik meer gym op school? Zou ik gladdere wegen voor skates laten bouwen? Zou ik belasting op de computer zetten? Zou ik de sportscholen voor kinderen onder de 16 jaar gratis maken? Volgende week gaat Basta over muziek en muziek maken. Dromen jullie er ook van om net zo goed te worden als Jean-Paul of Beyoncé? Nou, dan moet je gewoon lekker gaan oefenen en zelf nummers gaan schrijven. Misschien lukt het dan wel. Maar als je nou zelf een instrument wil leren spelen, waar kun je dat het beste doen? In het concertgebouw. Op de muziekschool. In het muziektheater. Oké, tot de volgende week. Jongens, pas me die bal even. Hey, Gerald, je kunt beter rappen dan voetballen. Ajax! Ajax! Altijd voorbereid, we gaan in de strijd. Sta klaar voor sensatie. Ajax! Altijd voorbereid, we gaan in de strijd. Sta klaar voor sensatie. Ajax! FC Gouden Zone, niet te klonen. Je moet niet aan ze komen, alleen maar eer betonen. Zoveel skills niet te stoppen, zijn niet te toppen. Blijven maar die brede kool voor je droppen. Menig clubie is ondergegaan aan frustraties, want ze kunnen niet tegen die Ajax zien. Puur verdriet is wat ze rest. Wat doe je tegen Ajax op zijn best? Altijd voorbereid, we gaan in de strijd. Sta klaar voor sensatie. Ajax!